Welkom allemaal. We gaan verder met het lezen in de Bijbel. We zijn ooit begonnen bij Genesis 1 vers 1 en inmiddels zijn we aanbeland in Genesis 13. En we hebben als laatste gedaan vers 13. En Jurk en Michael zijn er beide bij. Jurk gaat de Engelstalige doen in de King James. Ik doe de Nederlandstalige uit de Statenvertaling. En Michael die doet de Duitse van de Schlachterbibel. Maar als eerste heren, hartstikke welkom allebei. En dank jullie wel, ook namens het Nederlandse publiek. Het Nederlandse publiek, dat klinkt bekend zo alsof dat half Nederland meeluistert. Ja, dan lijkt het wat. Dat trekt allemaal mensen aan. Ik weet alleen maar, Perry, dat je een van de laatste video's een leuke commentaar op gekregen hebt, dacht ik, op een van die uitzendingen van ons. Oh, dat kan. Ik dacht toch dat dat zo was, dat we dan over gesproken hadden, maar zwart. In elk geval, ik vind het altijd fijn als mensen eens een keer een commentaar achterlaten. Zou ik eens een keer mogen een vraag van vragen of zo, in plaats van dat ze zeggen van, we hebben dan een keer vragen over dit of vragen over dat. Daar staan we open voor, hoor. Dus deze Bijbelstudie is de bedoeling van dat wij daar beter van worden, dat wij daar meer van snappen, van de Bijbel. Want die kunnen elke dag lezen en elke andere dag krijg je toch weer een ander begrip daarvan. Je verstaat meer en meer en meer. Daarvoor is deze studie in de eerste plaats voor ons, maar we willen deze studie uiteraard met jullie delen, daarom nemen we ze op. En als jullie eens een keer een vraag hebben, dan mochten die uiteraard gerust stellen. Ja. Voor eerlijke vragen staan Michael, Perry en ik altijd open. Ja. Ja. Dat moeten we ook eens een keer duidelijk zeggen. En vandaar ben ik blij dat we hier vandaag terug samengekomen zijn. En dan zullen we een keer onze broer Michael uit Duitsland begroeten. Hallo Michael. Goedenavond. Ik ben op dit moment een beetje moe en ik zal mijn best doen dat dat niet te horen is en dat jij denkt dat ik heel wakker ben en heel fit ben en en ik denk dat dat is kapitel 13, dus ik dacht dat wij zo beginnen. Ja, ja, ik zal een keer aftrappen in vers 12 ter herhaling. Vers 14 is eigenlijk de eerste nieuwe vers, maar om het beter te begrijpen, ga ik eventjes een keer die twee versen terug. It is written, Abram dwelled in the land of Canaan, and Lot dwelled in the cities of the plain, and pitched his tent toward Sodom. But the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. And the Lord said unto Abram, after that Lot was separated from him, lift up now thine eyes, and look from the place where thou art northward, and southward, and eastward, and westward, for all the land which thou seest, to thee will I give it, and to thy seed forever. And I will make thy seed as the dust of the earth, so that if a man can number the dust of the earth, then shall thy seed also be numbered. Arise. Walk through the land in the length of it and in the breadth of it, for I will give it unto thee. Then Abram removed his tent and came and dwelt on the plain of Mamre, which is Hebron, and built there an altar unto the Lord. Right. Dan in het Nederlands. Abram dan woonde in het land Canaan. En Lot woonde in de steden der vlakte, en sloeg tenten tot aan Sodom toe. En de mannen van Sodom waren boos, en grote zondaars tegen den Heere. En de Heere zeide tot Abram, nadat Lot van hem gescheiden was, hef uw ogen op, en zie van de plaats waar gij zijt noordwaarts, en zuidwaarts, en oostwaarts, en westwaarts. Want al dit land dat gij ziet zal ik u geven, en aan uw zaad tot in eeuwigheid. En ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat iemand het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden. Maak u op, wandel door dit land, in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. En Abraham sloeg tenten op, en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre, die bij Hebron zijn. En hij bouwde aldaar den Heere een altaar. Abraham woonde im Land. Nou, ik zag nog maar neu, sorry.
zweiten, nee, Abram wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Aue. Und er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Der Herr aber sprach zu Abram, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte: Hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, Süden, Osten und Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde. Wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann, so soll man auch deinen Samen zählen können. Mach dich auf, durchziehe das Land seiner Länge und Breite nach, denn dir will ich es geben. Da brach Abram auf, kam und wohnte bei den Terebinden Mamres in Hebron und baute doch dem Herrn einen Altar. Yes. Danke, Michael, für die deutsche Version und Perry für die niederlandstalige Version. Ich weiß ja nicht, ob Juli da direkt eine Abmerkung für haben. Maar mij liep het eventjes koud de rug naar beneden. Ja, mijn lieve koude schouwers de rug naar beneden. Als ik Perry het hoorde lezen. Daar ineens begreep ik iets en ik zei, wauw, wat een verstand. heb jij dat ook gehad, Michael? Of alles zal ik vertellen aan wat ik dacht? Nou, ja, je zit nog een beetje moe. Ik ben heel, ja. Ja, oké, okay, kijk, luister. Wij gaan naar vers 14. And the Lord said unto Abram, after the Lot was separated from him, lift up now thine eyes, and look from the place where thou art, northward, and southward, and eastward, and westward. For all the land which thou seest, to thee will I give it, and to thy seed forever. Nu, an wat heeft me dat doen denken? An Lukas. Kapitel 4. Mm-hmm. Oh. Ja. Waar de duivel Jezus probeert te verleiden. Mm-hmm. Hij leidt hem op een hoge berg. Je kunt misschien Lukas 4 open doen in de Koning James of in een andere Bijbel, ja, Perry. Dan kun je dat eventjes gaan lezen. Hij leidt hem naar een hoge berg en hij toont hem al de koninkrijken van de wereld. En de duivel zegt tegen Jezus, al deze zal ik je geven, als je neerbuigt en mij aanbidt. Ja? Mm-hmm. Zo, dat is vanaf vers 8. Of zo. Nee, iets daarvoor. 5. And the devil taking him up into a high mountain showed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time. And the devil said unto him, all this power will I give thee, and the glory of them, for that is delivered unto me, and to whomsoever I will, I give it. If thou therefore wilt worship me, all shall be thine. Nu, waarom vergelijk ik hier Satan met de duivel? Nu kunt u ja zeggen van, Jörg, zei je gek geworden? Nee, ik ben niet gek geworden. Ik herinner mij aan Jesaja, kapitel 14, vers 12 tot en met 15. De vijf keer I, rebellie van Lucifer, waar dat hij zegt, ik wil mij verhogen tot de hoogste. Ja? Ik wil mij verhogen tot de wolken van de hoogste. Ik wil zitten op de troon van de hoogste. Ik wil dit, ik wil dat. Ikke. Ja? Mm-hmm. Vijf keer. Ja? Omdat de duivel dat daar zegt en hij dus, bij wijze van spreken, hier op deze aarde de macht krijgt, de autoriteit krijgt om deze dingen te geven aan wie hij wil, gelijk hij aan Jezus gezegd heeft. Jezus heeft niet gezegd van, duivel, dat is, jij mocht dat niet geven, jij kunt dat niet geven. Nee. Hij mocht dat geven en Jezus wist het. Maar, het punt is, heel belangrijk, de duivel mag het geven en de duivel doet hier met Jezus te verleiden hetzelfde als wat God met Abraham doet. Mm-hmm. Maar God geeft het aan Abraham omdat Abraham het, tussen aanhalingstekens zeg ik het maar, verdiend heeft. Mm-hmm. Doordat hij rechtvaardig is. Doordat hij God gevolgd heeft. Mm-hmm. Wat zegt Jezus Christus dan in Luke? Ja? In vers 8. Als je dan een keer naar terug gaat. Ja, dan zegt hem toch, get thee behind me, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Ja. Abraham leefde in een wereld
die vorledig bos was, quad, wicked ist das engelse Wort. Mhm. Ja? Maar hij heeft naar de Heer geluisterd. En de Heer heeft hem beloond daarvoor. Hij heeft hem al het land gegeven, wat hem gezegd heeft. Ik vind dat dat twee plaatsen in de Bijbel zijn. Dat is mij vroeger nooit niet opgevallen. Ik heb het al verschillende keren gelezen. Het is mij vroeger nooit niet opgevallen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat men hier die punten met elkaar kan gaan verbinden. En als men Jesaja 14 daarbij betrekt en dus de macht van de duivel verstaat, dan begrijpt men ook waarom de duivel dat Jezus aanbidt. En dat is in feite hetzelfde waar God het Abraham aanbidt. Ja? Mm-hmm. Natuurlijk is God niet de duivel. Dus verstaan men niet verkeerd. Maar het is het gelijkenis in van land geven of land aanbieden. Mm-hmm. God geeft het hem omdat hij weet dat Abraham hem volgt. De duivel wil het Jezus aangeven als Jezus hem volgt. En Jezus zegt van ik volg alleen maar de God in de hemel. Mijn vader in de hemel en niemand anders. Dat probleem is dat hier op deze aarde iemand anders is die gezegd heeft, ja, doe maar, geef maar. Die zit in zo'n wit kleed op een gouden troon in Rome. En noemt zich de paus. Ja. Ja? Die heeft het aanbod wel aangenomen. Die gaat dat wel doen. Ja. En die steelt dus in feite van de kinderen van God, want wij zijn de zaad van Abraham, door Isaac, door Jacob, streep Israël, zijn wij de rechtwaardige erfgenamen van wat God aan Abraham gegeven heeft. En de kleine God in Rome heeft het allemaal gepikt. Want hij is een dief, en een leugenaar, en een moordenaar. Ja. En dat vond ik eens een keer een interessant verstand, dat daar ineens bij mij opkwam, als jij dat gelezen hebt. Maar jullie zijn er natuurlijk ook nog om dat te verstaan of te bevestigen of uit te bouwen. Ja, nou, ik was hier niet opgekomen. Dus dank je wel voor je inzicht. Ja, dan moet het niet mij danken. Dat is de Heilige Geest die mij die inzicht in één keer gaf. Ik dank jou even in persoon dan. Hè? Ja, ik heb dat vroeger jou ook nooit niet zo verstaan. Er was een ene keer als jij dat las. Ik zeg van, je hebt toch een gelijkaardige plaats in de Bijbel. Lucas 4. En ineens dacht ik van, wauw. Vele dingen uit het Oude Testament komen in het Nieuwe Testament opnieuw voor. Mm-hmm. Vele dingen die in het Oude Testament Israël in de lijve doorgemaakt heeft, of in het vlees doorgemaakt heeft, zijn voorspeld voor Israël in de geest in het Nieuwe Testament in het boek der Openbaring. Mm-hmm. Ja? En dat is weer zo'n voorbeeld waar man kan zeggen van kijk, hier heeft diegene die het kon geven, want het was van hem, God, ja? Hem behoort de hele wereld, hij heeft het aan Abraham beloofd. De duivel heeft tijdelijk die macht gekregen om dat ook te geven aan wie dat hij wil. En hij heeft dat ook geprobeerd te doen. Mm-hmm. Of hij doet dat nog altijd. Daarom zet ik nu Satan natuurlijk niet met God gelijk. Maar gewoon die twee principes. Mm-hmm. Die wil ik een keer gelijk zetten. En natuurlijk geeft God het aan Abraham als min of meer... Ja, dank is het verkeerde woord eigenlijk om te zeggen. Maar een beloning, denk ik. Ja. Hij geeft het aan Abraham, omdat Abraham hem volgt. Ja. Hij zijn wetten houdt. Ja? In een wereld die anders compleet afgevallen is. Ja? Is Abraham een van de weinigen die zijn wetten houdt. En daarom werd Abrahams manier van leven, werd van God goedgekeurd, werd hem als rechtwaardigheid aangerekend. Mm-hmm. Ja? Hij werd rechtwaardig voor de Heer omwille van dat hij hem gevolgd heeft. Ja? Niet omwille van dat hij zichzelf rechtvaardig gemaakt heeft, maar God heeft hem gerechtvaardigd daardoor. Mm-hmm. En heeft hem dus dat land beloofd en gezegd van, kijk, als jij mij volgt, als jij mijn wetten volgt, al de wereld doet dat niet, maar jij wel, kijk eens een keer naar het noorden, naar het zuiden, naar het oosten, naar het westen, en alles wat dan je ziet, dat zal ik je geven. En jou en jouw zaad, jij en jullie zullen daarop gaan leven. Dat is in feite mijn belovenis, mijn promise. Mm-hmm. Mijn, hoe zeg je dat? Belofte. Mijn belofte aan jou. Of aan jullie. Ja. Ja. Michael, sorry, nu heb ik daar een van de mooiste versen ingepikt, die jij altijd anders graag uitlegt. Maar gerade jij... Ik heb die vandaag ook kopieerd in een andere video. Die wij gisteren samen opgezet hebben. Maar dus ik ken die vers heel goed.
Maar ja, ik ben daar eens met jou. Ja? Ik ga daar akkoord. Ja. Ja. Ik ben op dit moment een beetje op zoek hier voor die vers nummer 12. Lot dwelt in the cities. Want ik... Dat bedoelt, dat is... Ja, Lot dwelt in the cities of the plain, ja. Ja, dat bedoelt, dat is niet één stad, maar verschillende. In de steden, ja. Ja, ja, ja. Lot verbleef in de steden van de vlakte. Mm. En heeft zijn tent opgezet in de richting van Sodom. Ja? Ja. Dus hij leefde in al die steden, of in die verschillende steden daar beneden, heeft uiteindelijk gekozen voor Sodom. Zo ongeveer versta ik dat. Ja, 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 ja. Ja, ja. Maar die mensen van Sodom waren wicked and sinners. Boos, ja. Boos en zondaars voor de Heer uitgebreid, denk ik. Exceeding die, hoe kan men dat best vertalen? Dat is eigenlijk als je kijkt naar die oorsprong van die woord wicked, dat is Hebreeuws 7:4-5:1 op de King James Bible, daar staat daar ook adversity. Ja. So, die zijn tegen de geboden van God. Ja? Ja. Dat is bedoeld met wicked. Ja, als je in een, ik denk als je in een vertaalprogramma gaat, dan is wicked boos. Mm. Ja. En boos heeft natuurlijk vele betekenissen, ook in onze talen. Mm. Want boos is één woord, maar dat heeft vele attributen die daar nog mee bijeen gaan. Hè? Mm-hmm. Het is een overkoepelend woord, laat ons maar zeggen, maar daar kun je vele slechte karaktertrekken aan vastmaken. Ja. Boos is min of meer een overkoepelend woord. En dat is met wicked eigenlijk ook zo. Dat probleem is, daar moet ik nog eventjes een keer kwijt. Daar moet ik direct iets zeggen. In de taal van de zogenoemde jonge mensen vandaag de dag, al 20 jaar geleden, dat woord wicked... kregen eens een goede betekenis. Ja, ja. Hey man, that's wicked. Ja. Die van dat is kwaad, maar hey, dat is schitterend. Dat is fantastisch, dat is vreemd, maar hey, dat is wel goed. Maar ze draaien de betekenis van die woorden om. Gay, wat schoon betekent, wordt een homoseksueel woord, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Ja? En wicked, wat boos betekent, wordt als iets goed voorgesteld. Ze draaien gewoon de zin van de woorden om. Dat moest ik nog eventjes een keer kwijt. Ja. Ja. Daar is ook, ik denk, een televisieserie. Die heet Wicked. En daar is ook een film. Die is genoemd Wicked. Ja. The Witches of Oz. Ja. Dus ja. Dat is het thema van de legendarische musicalfilm De Zauberer van Oz. The Wizard of Oz. The Wizard of Oz. Dat is hetzelfde. En Wicked, ja, dat betekent op Duits böse. Dus op Nederlands dan boos. Ja. Ja. Of slecht. En dat heeft verschillende bedoeling. Het is op de ene manier boos, op de tweede manier is dat slecht. Mm-hmm. En de derde bedoeling is godloos. Ja? Ja. Profaan, profaan. Mm-hmm. Ja? Ungodly. Ja? Dus heeft het daar ook de duivel met de betekenis dat het iets van de duivel is of evil. Heeft hij daar ook geïntegreerd. Dus ja. Heeft hij daar verschillende bedoelingen. En een van deze heeft iets te doen met religion of met de duivel. Ja. Ja. Oké. Okay. Dat is altijd in mijn hoofd, daar gaat dat van de dochter van Anton LaVey van de... Ja, ja. Van de Church of Satan, die vertelt, a witch is a witch is a witch. En ja, en dan zie je ook, als je een beetje op de Engelse taal kijkt, dan zie je ook dat witch and witch hetzelfde is, van de uitspraak. Met T en zonder T bedoelde. Ja, met T en zonder T, ja, witch, witch.
which is which? Ja, so it is eine heel fremde Welt bei denen. Want heel viele Menschen, die haben keine Idee, hoe symbolisch of hoe vreemd de eigen taal is. Als je daar verschillende mensen die weten wat ze zeggen mogen of moeten, die ja, wenn die als sie iets tegenover praten, dann versta je niks. Ja, dann denk je, oh ja, een heel fijne mens. If some is een van deze politicus of een van de acteurs of zoiets dan een aanspraak doet, dann denk je, oh ja, die is eloquent, die is rhetorisch, die heeft geoefend, ja, en nee, dat wat hij zegt of zij zegt, dat heeft een verschillende bedoeling als dat een gewone mens dan die danach luistert. En dus is het ook met de woorden, die hebben ja, als je kijkt in de Engelse King James Bijbel, die hebben ja ook verschillende meningen. Ja, dat is voor mij de reden dat ik altijd nakijk in de Isort, want ik wil weten wat dat woord helemaal bedoelt. En dat is ook, ik denk, een hele grote, ja, dat is ook heel belangrijk als je een Bijbeltranslatie maakt. Ja, van Engels naar Duits of van Engels naar Nederlands of zoiets, ja. Dan moet je kijken, oh, wat niet maar alleen de Engelse woord, maar ook de oorsprong van de woord. Of het Hebreeuws of het Grieks. En dat is, vind ik heel spannend. Ja, oké. En mijn vraag is ook voor deze kapitel 13 in de Genesis. Waarom koost Lot Sodom? Ja. Ja. Da, es ist staat hier, de mannen van Sodom waren boos en grote zondas tegen de Heere. Dus waarom koost Lot Sodom? Ja. Ja, misschien moeten we nu de kapitel 14 lezen om daar een beetje meer te leren. Ja, oké. Okay. Ja, warum ging Lot nach Sodom? Das ist eine gute Frage. Weil das Buch von Genesis ist das, was es ist, hat Beginn. Und Menschen haben bestimmte Dinge ausprobiert in dem Beginn auch. Und nicht alle Menschen werden altijd geleitet durch denselben Geist. Das ist uns, denke ich, auch deutlich gewesen von vor der Flut. Hè? Mhm. Und ja, allein... Want alleen Noah en zijn familie waren rechtvaardig voor de Heer en zijn gered geweest. Al de rest is ondergegaan. Je hebt altijd hier mensen waar we mee, die we hier tegenkomen. En dat wordt vooral duidelijk als we later Esau en Jacob tegenkomen. In Genesis 25, vanaf Genesis 25 denk ik. Het wordt altijd duidelijk dat we mensen hebben die meer in het vlees zijn of mensen die meer in de geest zijn. Mm-hmm. Ik denk dat we hier ook min of meer de... conclusie kunnen gaan trekken als we het gelezen hebben, hoe dat uitgaat, dat verhaal met Sodom, dat we tot de conclusie zullen komen dat Abraham meer iemand was in de geest, daarom wordt zijn naam ja later ook veranderd van Abraham in Abraham, ja. Ene kant, en de andere kant is dat Lot misschien een beetje meer vleeselijk was en zich daar naartoe getrokken voelde, maar als puntje bij paaltje kwam, heeft hem toch voor God gekozen en daarom heeft God hem uit de stad eruit gehaald. Want uiteindelijk heeft Abraham, dacht ik, of Lot, ik weet niet, een van de twee, we gaan het nog lezen, in een van de toekomstige kapitels, heeft hij onderhandeld met God. En heeft gezegd, spaar de stad. Ja. Als er ook maar 100 zielen zijn of zo. En de enige ziel die dat dus uit mocht, was Lot en zijn vrouw en zijn dochters. Ja? Die mochten eruit. En dat Lot zijn vrouw dan weer een beetje te veel in het vlees was, ja, is het bewijs daarvoor dat ze vandaag de dag nog altijd als zoutzuil daar staat. Ja, dat is de reden. Op dit moment kijk ik naar kapitel 11 en 12. Of daar een opmerking is die spreekt van Lots vrouw. Ja, of dat zijn vrouw misschien van Sodom is.
En dat, ja, daar heb ik nog geen tijd voor om dat uitgebreid te doen. Maar dat is ook de reden. Wat mijn eerste idee was, is dat misschien Lot naar Sodom vertrekt voor een vrouw of voor een familie of zoiets. Dat zal ik niet per se zeggen, want de Bijbel geeft het geschiedenis, acht ik niet her, dat Lot op dat ogenblik nog een familie opgericht heeft. En dat dat dan al zoveel jaren later gebeurd is. Dat is denk ik in een redelijk korte tijdstip gebeurd, wat we nu aan het lezen zijn, waar we naar Sodom komen. Want we hebben juist in kapitel 13 gelezen dat de mannen van Sodom boos waren. Mm-hmm. En zondags, heel uitgebreid, heel vreselijke zondags voor de Heer waren. Dus ja. Dat oordeel is daar min of meer al gesproken. Op dat ogenblik had Lot niet nog een vrouw gaan beginnen zoeken. Hij heeft die waarschijnlijk al gehad. Maar ja. De punt is, je kunt direct iets zeggen, maar de punt is, Abraham is meer naar het land getrokken en Lot heeft het meer in de stad gezocht. Daar heb je ook mensen die eerder naar het stad gaan en mensen die eerder naar het land gaan. Ja, maar je hebt ook veel mensen die naar de stad gaan en dan helemaal niet gelukkig daarmee zijn. Dat heb ik ja ook verteld, als ich, dat ik de opmerking maakte dat in de cities van, dat tussen verschillende plaatsen gewoond heeft. Maar ja, we weten niet wanneer dan monsieur Lot zijn vrouw heeft gekregen. Maar de punt is dat er moet een reden zijn dat Lot de bepaalde stad Sodom keust. Ja, en dat is dat wat ik denk. Wij weten, ja, iedere mens, misschien ook van de luisteraars, die weten waar die, wat gebeurt met de vrouw van Lot. Ja, dus dat is geen geheimnis. Mm-hmm. Ja, maar misschien is dat ook de reden, want dat in de stad. Ja, oké, okay, ik zal niet verder praten. Ik ben heel curieus voor de nächste chapter 14. Curieus, ja. Curieus, ja. Curious in Engels, curieus in... curieus, ja. Curieus is mijn bepaalde Dengels. Je weet wel, curiosity killed the cat, hè? Ja, 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 dat is Dutch and Engels, dat is Dengels. Huh? Dengels. Dat heb je toch met Duits ook, hè? Ja. Da sagen sie das doch auch, ja. Nee, das ist interessant, weil wir wissen auch von, okay, Herr Gart, müssen Sie nach Sodom, aber Sodom ist nicht die einzige Stadt da. Gomorra haben wir ja auch noch. Ja, ja. Wir haben ja Sodom und Gomorra. Und es sind nicht allein die zwei Städte, es sind noch andere Städte in dieselbe Buurt, die auch alle mal eben boos waren. Das sind nicht allein die zwei Städte von ihnen, es sind allein diese zwei Städte, die mit Namen genoemd sind in der Bibel. Maar er waren nog veel meer steden. Als je vandaag de dag naar die plaats gaat waar Sodom stond in de tijd, kun je haar bezoeken, dan zie je dat er nog veel andere steden waren ook. Niet alleen Sodom en Gomorra. Ja? Okay. En Lot slaagt dus zijn tenten op in de richting van Sodom. Waarschijnlijk was het een heel mooie stad, denk ik maar. Aantrekkelijk, daarom zijn er ook zoveel mensen daar naartoe gegaan. Mm-hmm. Daarom heb je daar ook de afval gehad en al die kwaadheid gehad. Ja? En welke soort kwaadheid dat was, ja, dat zullen we nog leren als we nu verder gaan. Ja. Dus ik zal beginnen in kapitel 14 dan verder te lezen. And it came to pass on the day of Amraphel, king of Shinar, Arioch, king of Elasar, Chidaloamur, king of Elam, and Tidal, king of nations, that these made war with Bera, king of Sodom, and with Bersha, king of Gomorrah, Shinab, king of Admah, and Shimeber, king of Zeboim, and the king of Bela, which is Zoar. A lot of names and quite confusing. Yeah. All these were joined together in the vale of Siddim, which is the Salt Sea. Okay, that op deze drie versen hou ik het eerst maar een keer. Okay, pak even het Nederlands erbij. En het geschiedde in de dagen van Amraphel, den koning van Siniar, van Arioch, den koning van Elassar, en van Kedar Laomer, den koning van Elam, en van Tidiaal, den koning der volken. Dat zij krijg voerden met Bera, koning van Sodom, en met Birsa, koning van Gomorra, Sinab, koning van Adama, en Semeber,
koning van Seboim, en den koning van Bela. Dat is Zoar. Deze allen voegden zich samen in het dal Siddim. Dat is de Zoutzee. Dan. Und es geschah zur Zeit Amraphels, des Königs von Sinear, Ariochs, des Königs von Elassar, Kedor, Laomas, des Königs von Elam und Tideals, des Königs der Goyim, dass sie Krieg führten mit Bera, dem König von Sodom, und mit Birsa, dem König von Gomorra, und mit Sinab, dem König von Adama, und mit Zemeba, dem König von Zeboim, und mit dem König von Bela, das ist Zoar. Diese verbündeten sich im Tal Siddim, wo jetzt das Salzmeer ist. Yes. Interesting here is that we... Jij bent in een Nederlandstalige programma. Sorry. Interessant is hier nu dat we verschillende steden leren kennen. Ja? Amraphel is de koning van Shinar, Arioch van Elassar, Chedorlaomer, king van Elam en Tidal van Narsis. Dus niet alleen maar van steden. Hè? Dus de eerste zijn optelling van steden. Mm-hmm. Ja? En dan heb je Tidal, king van Narsis. Dat zijn dus meerdere landen, zouden we vandaag de dag waarschijnlijk zeggen. Narsis, nations. Ja? En deze maakte oorlog met de koning van Sodom, Gomorra, Adma en Zeboim en Zoar. Dus hier hebben we nog andere steden in dezelfde streek. We kunnen ervan uitgaan dat dat verschillende streken tegen andere streken zijn. Hè? Zoals dat meestal in een oorlog is. Ja. Dus wat ik daar juist gezegd heb, van, we hebben naast Sodom en Gomorra, naast Sodom nog andere steden, zoals Gomorra, hebben wij ook nog Adma, Zeboim en Zoar. Ja. Ook nog andere steden daarmee bij. Die worden dan later niet meer genoemd, maar daar gaat ook overal de zwavel op kan regenen, zoals we zullen leren dan waarschijnlijk. Ja. Ja, ik weet niet of dat jullie nog verder opmerkingen hebben, anders zal ik een keer verder gaan in vers 4. Ja. Wat mij betreft mag je verder. All these were joined together in the Vale of Siddim, which is the Salt Sea. 12 years they served Chedorlaomer, and in the 13th year they rebelled. And in the 14th year came Chedorlaomer and the kings that were with him, and smote the Rephaims in Ashtaroth-Karnaim, and the Zuzims in Ham, and the Emims in Shaveh-Kiriataim, and the Horites in their Mount Seir unto El Paran, which is by the wilderness. And they returned and came to En-Misphat, which is Kadesh, and smote all the country of the Amalekites, and also the Amorites that dwelt in Hazazon Tamar. Tot en met vers 7 zal ik al eens een keer lezen. En sorry als ik hier en daar eens een keer in de naam misschien een beetje verkeerd uitspreek. Dat zijn wel hele moeilijke namen. Dat is ook hier en daar een beetje moeilijker als Perry Winkel. Hè? Deze allen voegden zich samen in het dal Siddim, dat is de Zoutzee. 12 jaren hadden ze Chedorlaomer gediend, maar in het 13e jaar vielen zij af. Zo kwam Chedorlaomer in het 14e jaar en de koningen die met hem waren en sloegen de Refaïten in Ashtaroth-Karnaim en de Zuzieten in Ham en de Emieten in Shaveh-Kiriataim en de Horieten op hun gebergte Seir tot aan het effenveld van Paran, het welk aan de woestijn is. Daarna keerden zij wederom en kwamen tot En-Mispat, dat is Kades, en sloegen al het land der Amalekieten, en ook den Amoriet, die te Hazazon Tamar woonde. Tongbreker al die namen. Ja. Nou mag jij, Michael. Ja, nu de, van de Duitse jury. Hè? Ja. Diese verbündeten sich im Tal Siddim, wo jetzt das Salzmeer ist. Sie waren 12 Jahre lang Chedorlaomer untertan gewesen, aber im 13. Jahr fielen sie von ihm ab. Darum kamen Chedorlaomer und die Könige, die es mit ihm hielten, im 14. Jahr und schlugen die Rephaiter in Ashtaroth-Karnaim
und die Susiter in Ham und die Emiter in der Ebene Kirjataim, auch die Horiter auf ihrem Bergland Seir, bis nach El-Paran, das an der Wüste liegt. Danach kehrten sie um und kamen nach En-Mishpat, das ist Kadesh, und schlugen das ganze Gebiet der Amalekiter, dazu die Amoriter, die in Hazezon-Tama wohnten. Ja. Ich habe in elk geval wel een vraag. Da wird hier gesproken over das Salzmeer und in het Nederlands de Zoutzee. Noemen wij dat tegenwoordig de Dode Zee? Of? Ja, denk ik wel, ja. Mm-hmm. Nee, dat denk ik ook, ja. Dat is volgens mij de Zoutzee, ja. Ja. Wat ik natuurlijk persoonlijk interessant vind, omdat het hier de allereerste keer vernoemd wordt, is in vers, als je een keer stopt met scrollen, kan ik het beter lezen. Ja, ja. Is in vers, wat staat er nu met die 12 jaar? Vers 4. 12 Jahre haben sie Kedorlaomer gedient und im 13. Jahr haben sie gerebelliert. Ja. Nu, Michael heeft Isort open. Na? Ja, ja, ja. Will je een keer so lief sein und kann kijken in Vers 4, das Wort rebelled, das in der Koning James staat, welk Wort das ist? Want ja. In der Deutsche Bibel staat, ze zijn afgefallen. Afvallen ist volgens mij wat anders als rebellieren. Ja, ja, das ist ein Hebräisches Wort, 4775, das ist Marat, a primitive root to rebel. Rebellieren. Mhm. Ja, und das ist was anderes als abfallen, ne? Ja, ja, das ist abfallen, ist also abfallen von Geloof of sowas, ja, mal Rebell ist gegen iemand. Denke ich. Tegen iemand opstaan. Tegen, ne? Iemand, ja, ja. Mhm. Rebelleren. Tegen, ne? Een persoon of tegen een mens, ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, dat is iets persoonlijks, ja. Dat is, Interessant is hier natuurlijk dat we enerzijds te doen hebben met de getallen. Ja? Ik ben geen kabbalist. Ik ken niet veel van getallen af. Maar we weten allemaal dat de getal 12 een speciaal getal is. Mhm. Wij weten dat van lezingen als een herrscher des Bösen, dus heersers van het kwaad, of rulers of evil in Engels, daar speelt het ook een belangrijke rol. Mhm. Wij weten het van Jezus en de 12 disciples, de 12 volgelingen van hem. Ja, ik weet niet hoe dat in Nederlands noemt. Ja, discipelen, zeg maar. Discipelen, oké, okay, ja, die volgelingen van hem, die 12. En Jezus als hoofd is de 13e. Mm. En dat 13 dan altijd met rebellie gelijk gezegd wordt. Maar in de Kabbala. En de Kabbala is ja nu maar een keer een negatieve punt. Hier spreken we dus ook over 12 jaar hebben ze gediend. Maar in het 13e jaar hebben ze gerebelleerd. Ja, in Nederland staat hier ook. Ze vielen af. Mm-hmm. Dus dat is ook een vertaling waar ik niet zo akkoord mee ga. Want afvallen is duidelijk iets anders dan rebelleren. Ja? Ja. Als ik afval... Ik kan het maar een keer heel duidelijk zeggen hoe dat ik die woorden versta. Als ik afval van iemand die ik daarvoor gediend heb, dan ga ik daarvan weg. Als ik tegen hem rebelleer, dan vecht ik tegen hem. Ja. Dat is mijn verstand daarvan. Nou, daar sluit ik mij bij aan. Fijn, dan is mijn begrip van Nederlands ja nog redelijk in orde. Of van die termen in het algemeen. Over het Engels is ja hetzelfde. In Engels zou men ja anders ook in plaats van het woord rebelleren kunnen zeggen van they fell away. Mm-hmm. Huh? Mm-hmm. They served them 12 years and the 13th year they fell away. Dan zou je ook zeggen van oké, dan zijn ze weggegaan. Maar nee, ze rebelleerden daartegen. En... Ik vind het belangrijk dat we altijd de juiste woorden hebben. Daarom heb ik Michael gevraagd om naar Isor te kijken. En heeft jou bevestigd dat het Hebreeuwse woord rebellie betekent. Hmm. En rebellie is wat anders als afvallen. En dit, mijn lieve toeschouwer die dit video nu kijkt, is altijd heel belangrijk dat je begrijpt dat je een correcte Bijbel moet hebben. Want anders heb je een verkeerd verstand van wat er gezegd wordt. Hmm. Het is een verschil of dat iemand rebelleert... Of iemand gewoon van iets afvalt en bij wijze van spreken weggaat. Terugkeert. Ja. Is iets helemaal anders. En alleen in de Koning James komt het duidelijk uit dat het over een rebellie gaat. Over een opstand. Ja, ja, dat wilde ik helemaal even een keer daarover kwijt.
Ja, ihr seht ab 13 ein besonderes Tal, nicht Tal. Getau. Getau ist, ja, das ist die Tal von Rebelli. Ja. Mhm. Und die 12, die Tal von auch ein Tal von Rot, das ist der komplette Zyklus. Auch, ja, mhm. Die 12 Monde, ja, die 12 Kehr, dem dort die Mond hat sein Zyklusmarke von der Vollmond nach die, ja, da kommt das Wort Mond kommt von dem Mond. Ne? Mhm. Ja? Kommt von dem Mond, ja. Ja, von dem Mond. Das Wort Mond kommt von dem Mond. Ja. Das, ja, dann hab hier 12 Monde nodig, ja, um nach jou, ja, das muss ich mir aushelfen, hier Ausgangspunkt zurück. Ihr Altgangspunkt. Ihr Vertreckungspunkt. Ja. Um es nicht her, über den Mann eben nicht her zu sprechen. Ja. Wir erinnern uns noch Tag 4 von der Schepping. Ja. Da sagt Gott in Vers 14 von Genesis 1: And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night. And let them be for signs and for seasons and for days and years. Mm-hmm. And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth. And it was so. Dus we weten van dat hier, dat die lichten, zowel de maan als de zon, allebei daarvoor zijn, om niet alleen de dag van de nacht te scheiden, maar ook om ze tekenen te laten zijn voor de seizoenen, voor de dagen en voor de jaren. Als je de seizoenen afbreekt in maanden, dan zijn je bij de maanden. Ja? Je hebt 12 maanden in een jaar, je hebt 4 seizoenen en elk seizoen bestaat uit 3 maanden. Ja? En 3 × 4 is dan weer 12. Dus dat is een punt die we hiermee willen gaan maken. Dus dat is een begin, dat heeft God al op die manier geëtableerd. Dus toch eventjes belangrijk om daar eens een keer terug naartoe te gaan. De maand is daadwerkelijk daarvoor daar om ons dus de richting te geven van die seizoenen en alles erop en eraan. Want... Mm-hmm. Ja, na 1 jaar begint het nieuwe dan weer. En de eerste maand, dat is dan de maand Abib of Nisan, zoals die in Hebreeuws noemt. Dat wat wij vandaag de dag april noemen, waar iedereen denkt dat dat lente is. Maar de lente is eigenlijk het begin van het jaar. Maar dat is weer een andere zaak en een ander onderwerp voor een andere keer. Ja, ja. Dus, wij waren blijven staan in vers 5, juist? Mm-hmm. Want in vers 6 vind ik al interessant waar daarop staat... And the Horites and their Mount Seir unto El Paran, which is by the wilderness. The wilderness, dus de, hoe zeg je dat in Nederlands? Ook wilderness, hè? Mm-hmm. Hetzelfde, ja. Hè? Wilderness, Nederlands dazu? In Duits zeg je woestijn bijvoorbeeld? Ja, dat was mijn vraag. Wat is de verschil tussen wilderness en woestijn? Wel... Verschil daartussen zal ik ook niet echt kunnen gaan zeggen, maar wildernis in het Engels is de beschrijving van een plaats waar het woord verrot niet is. Uh-huh. En dat weten we uit het boek van Openbaring, want de vrouw die vervolgd wordt van de draak, nadat ze geboren heeft, uh-huh. vlucht in de wildernis, waar de Heer een plaats voor haar bereid heeft voor 1260 dagen. Ja? En dus de wildernis is een plek waar het woord van God niet is. En ook de scapegoat, ja, die... De zondebok. De zondebok, dank je. Die zondebok van de Israëlieten, die dus al de zonden op zich te dragen gedaan heeft, die werden naar de wildernis uitgestuurd om daar dood te gaan. Mm-hmm. Ja. Dus een plek waar het woord van rot niet is en waar, dus, ja, waar het dus de wildernis is, waar het öd is, zoals we in Duits zeggen. Öde, ja, waar niks groeit... Das gelegene Wurstein auch, da grüht auch nichts. Wurstein ist dann mit Sand. Ja. Ja. Und Sondervegetation. Vegetation. Das Wildernis ist auch mit Vegetation, aber Sondermenschen. Ja, Hudanok. In feite beschreiben die zwei Dinge eigentlich hetzelfde. Misschien sind die physische Umstandigkeiten ein bisschen anders, aber es geht über den geestelijke Zustand. En de wildernis beschrijft altijd een plek waar God in feite niet is, of waar Gods wet niet is. Ja. Mm-hmm. En daarom dus, die hebben dus hier gevochten in een plaats waar God niet aanwezig was. Dus dat is gelijk bij wijze van spreken de Chinezen tegen de Japanners. Dat zijn ook de wildste horden op elkaar loslaten die God niet kennen.
Gut. Right. Und dann haben wir weiter gelesen, tot und mit Vers 7. Ja. Und dann in Vers 8. And there went out the king of Sodom, and the king of Gomorrah, and the king of Admah, and the king of Zeboim, and the king of Bela, the same as Zoar, and they joined battle with them in the vale of Siddim, with Chedorlaomer, the king of Elam, and with Tidal, king of nations, and Amraphel, king of Shinar, and Arioch, king of Elasar, four kings with five. And the vale of Siddim was full of slime pits, and the kings of Sodom and Gomorrah fled and fell there, and they that remained fled to the mountain. Ich sollte mal so verladen, tot hier. Ja, tot hier. Dann können okay. Die verder lesen. Ja, vanaf 11 dann verder, ja. Toen toog de koning van Sodom uit, en de koning van Gomorra, en de koning van Adama, en de koning van Zeboim, en de koning van Bela, dat is Zoar. En zij stelden tegen hen slagorden in het dal Siddim, tegen Chedorlaomer, den koning van Elam, en Tideal, den koning der volken, en Amravel, den koning van Sinear, en Arioch, den koning van Elassar. Vier koningen tegen vijf. Het dal nu van Siddim was vol lijmputten, en de koningen van Sodom en Gomorra vluchten en vielen aldaar, en de overgeblevenen vluchten naar het gebergte. Da zogen der König von Sodom, der König von Gomorra, der König von Adama, der König von Zeboim und der König von Bela, das Zoar ist, zum Kampf aus. Und sie stellten sich gegen sie zur Schlacht auf im Tal Siddim, gegen Chedorlaomer, den König von Elam, und Tideal, den König der Goyim, und Amraphel, den König von Sinear, und Arioch, den König von Elasar. Vier Könige gegen fünf. Das Tal Siddim hatte aber viele Asphaltgruben, und die Könige von Sodom und Gomorra wurden in die Flucht geschlagen und fielen dort, und wer übrig blieb, floh ins Bergland. Ja. That, ja, sag mal, Michael. That lake nicht so, ja, nicht so interessant, mal die Asphaltgrube. Ich weiß nicht, ob das die jüngste deutsche Version ist von der ursprünglichen Wort. In Englisch war es ja iets von Slime Pits, ne? Ja, ja, ja. Dann sei dann, das soll ja da wahrscheinlich eher so iets als Modderplecke sein, soll ich ja, denke, denk ich ne? Auch. Ja. Sumpflöcher oder so iets. Ja. Aber ich habe es eigentlich über iets anders, weil ich den hier will haben. Hab noch eine die deutsche Bibel vor, da Perry ja. Gewählt. So. In Vers 9, da lesen wir hier über den König der Goyim, ja? Tideal, den König der Goyim. Wir wissen, dass die Juden altijd von den Goyim sprechen, als die Niet-Joden, die ja. Heidenen. Und ja. Das wird nun in feite deutlich, als ihr eine Kehr oplet, als hier steht, and with title, King of Nations, weil ich das straks gesagt habe, Könige von Nazis, ja? Nicht von Städten, aber von Nazis. Der König von Nazis, das will sagen in feite, das ist der König der Heidenen. Nu, dat vreemde vind ik daarbij, dat hier een verschil gemaakt wordt tussen de ene heiden en de andere heiden. Want een heiden is iemand die het woord van God niet volgt. Daar zijn we allemaal over eens, ja? En dus die in de nazi's leven, ja, de title King of Nations, die koning van de Goyim, die volgen uiteraard God niet. Maar dat doen toch die van Elam ook niet. En die van Bela. En die van Adma. In die Streken, das sind doch auch alle mal abgefallen. Das ist natürlich die Frage, warum mag man hier ein Verschil von? Ich denke, dass wir mit Tidal, King of Nations, Könige von der Goyim, so als das hier in Deutschland, König der Goyim, dass ihr da sehr viele verschiedene Volkeren nebenein tut. Vielleicht kann Michael auch nicht nachkriegen in Isort. Das habe ich auch getan.
Ja. Das ist, Sie, das ist das Leuke, als ihr mit Michael zusammenwerkt. Ne? Wir sind altijd zwei Handen auf einem Berg. Ja? Den einen weiß auch, was der andere will sagen. Ja, sag ja, mal. Das ist das hebräische Wort Goy, G-O-Y, auf G-O-Apostroph-E-E, apparently from the same root as H-1465, a foreign nation. Hence a Gentile, also figuratively a troop of animals or a flight of locusts, Gentile, heathen, nation, people. Gentile, dus dat woord dat ook altijd in het Nieuwe Testament gebruikt wordt, zoals jullie herinneren, in Handelingen, waar Paulus zegt tegen de Joden, wij moesten het woord van God eerst naar jullie brengen, maar sinds dat jullie het afwijzen, lo, we turn to the Gentiles. Ja? De Gentiles zijn mensen als wij, die niet uit de vleeselijke stam van Israël komen, die door de val van de Joden het evangelie geleerd krijgen. Ja. Want wij hebben het evangelie alleen maar gekregen omwille van dat de Joden het afgewezen hebben. Moeten we ons heel bewust van zijn. Daarom moet je heel zeker Romeinen kapitel 11 vers 11 lezen. Heel, heel belangrijk. Zal ik hem er even bij pakken? Dat mocht. Maar ik vind het dus interessant dat hier dus alleen de Duitse Bijbel met dat woord Goyim in feite die punt maakt van dat Goyim, dat is dat wat wij in het Nieuwe Testament als Gentiles noemen. Of kennen, beter gezegd. En dat je die link kunt leggen. Want als je in het Engels alleen maar liest de koning van nazi's, dan komt hij ja niet direct op dat woord Gentiles. Hè? Ja. Dat was toch Romeinen 15, elf. Hè? Maar het, elf. Oh, sorry. 11, sorry. 11, 11. 11, 11. Kapitel 11, vers 11. I say then, have they, speaking of the Jews, stumbled, that they should fall? God forbid. But rather, through their fall, salvation is come to the Gentiles, for to provoke them, the Jews, to jealousy. Een van de meest belangrijke zinnen in het Nieuwe Testament. Ja? Een zin die vooral pas duidelijk wordt als je weet wie de antichrist is en waar zogenoemde antisemitisme vandaan komt en de haat naar de Joden naartoe en de vervolging van de Joden. Want dat hebben de Duitsers en Adolf Hitler in het Derde Rijk niet uitgevonden hoor. Het zijn al meer dan 2000 jaar de Romeinen die de Joden vervolgen. Ja. En het Duitse Derde Rijk was een katholiek rijk. Maar Romeinen 11:11 is heel belangrijk. Het is onze opgave die wij door de genade van God die verlossing gekregen hebben door het evangelie te mogen kennen dat wij Jezus kunnen aanvaarden en hem volgen en zijn wetten gaan volgen. Dat is alleen maar mogelijk omdat zij het afgewezen hebben. En wat kunnen we dan doen als dank u te zeggen, wij kunnen naar de Joden gaan en kunnen hun tot jaloezie opwekken dat wij hebben wat hun eigenlijk toebehoort. Ja. Dat is een heel belangrijke punt. Maar vandaag de dag spreekt iedereen maar slecht over de Joden. En pas op, daar zijn slechte Joden. Natuurlijk, maar daar zijn ook slechte, slechte Gentiles, slechte Heidenen, ne? Ja. Slechte mensen hebt u overal, hè? Maar het is toch niet aan ons om te oordelen of dat iemand goed of slecht is. Want alleen God kan het hart van de mensen zien. Wij moeten het evangelie tot de Joden brengen. Dat is een bevel die Paulus hier uitspreekt. For to provoke them to jealousy. Ja? Zoek dat eens een keer in Nederlands op. Hoe staat het daar geschreven? Ik zal er even een keer de juiste woorden hebben. Dus Romeinen 11:11 in de Statenvertaling. Ja, dat is live video, hè? Dan moet je een keer wachten. Ja. Dan moet je een keer doorzoeken. Maar dan is het leuke aan live. Nee, je zit het Oude Testament. Ja. Daar.
ja, komm ran, komm ran. Romeinen 11, 11. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. Door hun val is de zaligheid den heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. Dat is de reden! Wij hebben de zaligheid gekregen, de redding gekregen, om hun tot jaloersheid te verwekken. Dat is de bedoeling. Als we dat niet doen, dan zijn we gelijk iemand die het licht heeft en stelt het onder het bed. Hè? Ja. Niet alleen maar steekt er daarmee waarschijnlijk een groot vuur aan, maar de bedoeling, we lijken in de Bijbel, dan zegt dat je ook, als je licht hebt, dan zet je dat nog niet onder je bed. Je verstopt het toch niet? Nee. Je laat het toch zien, en je laat het toch zeker zien aan die mensen aan die het eerst getoond was. Ja, super. Ik vind dat een heel, heel, heel belangrijke punt. Ja. Okidoki. Ja, zullen we verder gaan de studie van... Ik vind het goed. Even kijken waar we waren bij. Tot ja, maar ik zeg het maar, dus we hebben in vers 9, ja, we zijn met vers 11 moeten we verder gaan. Maar ja. ik wil maar zeggen, van, je hebt er dus in vers 9 die benoeming voor de tweede keer, Title King of Nations, was ja aan het begin van het boek al, heb ik al gezegd van, kijk, die is koning niet over steden, maar over naties, over veel volkeren, maar ja, over de heidenen, hè? Dat is alweer dus in feite bedoeld. Maar dat gaat dus uit de benoeming van King of Nations niet uit. En dat gaat uit het Nederlandse ook niet uit, maar dat gaat uit het Duitse uit, waar dat Goyim staat. Daar pas versta je dat eigenlijk. Ja. Dus belangrijk is een keer die drie Bijbels naast elkaar te leggen en dan met behulp van Isort, dat heeft Michael ja gedaan, die haalt dan direct het origineel daarvoor en zegt, ja maar kijk, dat woord, als je dat dan in Isort leest, daar is het heel duidelijk, daar gaat het dus over de heidenen. Ja. Nazis. Oké. Vers 11. And they took all the goods from Sodom and Gomorrah and all the victuals and went their way. Das ist das hetzelfde, was sie tun hier mit Sodom und Gomorrah, was die Babyloniers getan haben mit Juda, als sie Juda gefangen genommen haben. Mm-hmm. Weet je? Babylonier fiel in Judäa, heeft de Tempel kaputt gemacht. Heeft Jeruzalem kapot gemaakt en heeft al tafel van schouwbrood en de offeringsdingen en de menorah en al die dingen uit de tempel meegenomen en zijn weggegaan, hebben dat meegenomen naar Babylon. Ja. Wat ze niet meegenomen hebben, dat was de Ark of the Covenant. Daar weet ik dus niet hoe dat in Nederlands noemt. Ark des Verbonds. Ark des Verbonds, die hebben ze niet meegenomen, want die was er al niet meer. Ja? Nee. Dat is een heel ander verhaal. Daar kunnen we een andere keer over gaan spreken. Of daar kunt u gewoon de video's van Ron Wyatt over gaan kijken, die de Ark van de Verbond, Ark van de Verbond gevonden heeft. Maar dat werpt heel, heel, heel veel vragen op. Niet alleen maar dat Ron Wyatt het gevonden heeft, en zonder dat ik nu echt wil afdwalen. Maar op den ogenblik, als Jezus Christus aan het kruis gestorven is, is de voorhang van de tempel van boven naar beneden compleet in twee gereten. Ja? Dat kan dus alleen door de macht van God gebeuren, want dat was een zware voorhang, meters hoog. En die heeft dus het heiligste, de heilige, ontbloot. Ja, maar dat was geen Ark van de Covenant, hè? Dat was geen Ark van de Bond die daar stond. Hè? Dat was dus de priester, als die dus altijd naar het heiligste ging om daar bloed over te sprenkelen voor de vergeving van de zonde, dat was het dus niet meer. Hè? Die hebben dus jarenlang daar geofferd zonder die ark van de covenant dat te hebben. Hè? Ja. Dat is een ander belangrijk punt. Dus, maar daar willen we niet op gaan neer. Ik kom hier van het honderdste en duizendste, maar dat is een keer waar zo'n lezing tot aanleidt. Zelfs heb je soms maar één vers, daar staan zo heel interessante dingen in. Dus ze hebben al die goederen van Sodom en Gomorra en al de victuals uitgehaald. Victuals, wat zijn dat? Dat zijn religieuze behoudenissen. Ja? Zoals de Romeins-Katholieke Kerk daar vandaag vol mee is. Ja?
Met bekers en lampen en kaarsen en kaarshouders en weet ik veel, en monstrans bij wijze van spreken, de monstrans en dergelijke dingen meer. Mm-hmm. Dat zijn allemaal die victuals. Natuurlijk gaat het hier over victuals van heidense goden, want Sodom en Gomorra, die mensen waren boos, die hebben niet God gevolgd, die hebben heidense goden gevolgd. Dus die werden hier uitgeroofd, min of meer, en al hun goederen en al hun victuals werden weggenomen en die zijn daarvan weggegaan. En die hebben niet alleen dat meegenomen, want in vers 12 staat er verder geschreven, and they took Lot, Abram's brother's son, who dwelt in Sodom, and his goods, and departed. And there came one that had escaped, and told Abram the Hebrew, for he dwelt on the plain of Mamre, the Amorite, brother of Eshcol, and brother of Aner, and these were confederate with Abram. So, heb ik vers 11, 12 en 13 gelezen. Ik denk als jullie door zijn en we dat besproken hebben, dan is het ook zo stilletjes aan tijd om dat uur te beëindigen voor vandaag. Ja. Begin maar eerst hier. En zij namen al de haven van Sodom en Gomorra en al hun spijzen en trokken weg. Ook namen zij Lot, den zoon van Abrams broeder, en zijn haven en trokken weg, want hij woonde in Sodom. Toen kwam er een die ontkomen was en boodschapte het aan Abram, den Hebreër, die woonachtig was aan de eikenbossen van Mamre, den Amoriet, broeder van Eshcol en broeder van Aner, welke Abrams bondgenoten waren. Even kijken, had jij die 14 had je niet voorgelezen, toch? Tot en met 13, hè? Tot en met 13, ja. Ja, tot en met 13. Dus aan de gelden, ja. Ja. Und jene nahmen alle Habe von Sodom und Gomorra und alle ihre Nahrung und zogen davon. Sie nahmen auch Lot mit sich, den Sohn von Abrams Bruder und seine Habe, denn er wohnte in Sodom, und zogen davon. Es kam aber ein Entflohener und sagte es Abram, dem Hebräer, der bei den Terebinten Mamrens wohnte, des Amoriters, der ein Bruder von Eshcol und Aner war. Diese waren Abrams Bundesgenossen. Ja. Bondgenoten. Ja, dus wat we nu gelezen hebben in deze laatste versen is gewoon van dat door die oorlog er werd dus buit gemaakt. Mm-hmm. En die hebben gewoon alles meegenomen en ook Abrahams cousin. Dat is denk ik de familieverhouding, hè? Want als Lot de zoon van Abrahams broer is, dan is Abraham de onkel van Lot, is dus zijn... Zijn neef, niet cousin, precies. Ja. Zijn neef, ik wist dat ergens met de woorden was ik verkeerd. Met deze familiebanden ben ik sowieso altijd in de band. Oh, dus zijn neef, dat hebben we dan meegenomen. En nu werd dat aan Abraham verteld. En zegt van, tja, wat kun je daar nu aan doen? Ja, ik denk dat is iets dat zullen we de volgende keer gaan zien. Of als jullie willen, kunnen we natuurlijk nog doorlezen. Maar we hebben in totaal nog 10 versen. Dus ik denk dat het interessanter is. Omdat ik vind het een mooi punt om er een punt achter. Ja, maar misschien heeft Michael nog iets, want die heeft het ook voor. Michael, die heeft misschien ook nog vragen. Nee, ik heb geen vraag op dit moment. Oh, kijk eens aan. Ja. Ik heb ook de last van deze relaties in de familie. Dat is, heb ik altijd, daar heb ik geen zin in. Ja, het is niet belangrijk of iemand mijn cousin is of dit en dat. En ik heb een heel verschillend... een heel groot probleem gehad, want ik heb een heel beroemd lid van mijn familie. En ik moet kijken hoe die in relatie staat met mij. Want hij is echt bekende mens in Duitsland. En dat is zo ingewikkeld. Ja, zo moeilijk. Mm-hmm. Ja, zo moeilijk. En dat is een grootneef. Ik ben een grootneef of zoiets. Dat is zo ingewikkeld. Ja, en dat is, je weet, dat is iemand van jouw familie. Ja, dat is oké. Okay. Maar hoe dat nu is en hoe dat nu, wat dat nu is, precies, dat is niet belangrijk. De Bijbel spreekt niet van dat jouw, die Bijbel spreekt van de mannelijke lijn en van de eerste geboorte.
Man nicht dass Jesus ist von der Haus von David, dann bin ich von der Haus von diese und dat und nicht von jemand anderen. Mal okay. Ist nicht belangreich, ob du precis zu beten, ob ja nur ein Ur Großvater hilft auf Suiz. Ich bin da nicht ein Fan von solchen Dingen. Nee. Okay. Das ist eben das belangreich, dass wir die familiale Situation von Abraham kennen. Ja, ja. Jemand, die dicht dabei steht, die gerne natürlich anders folgen. Und Abraham und Lot haben ja auch eine Kehr das Land unter sich selbst verdeelt, ja? Mhm. Um juist in Frieden mit mir zu können leben. Und als ich dann vernehme, dass immer von meiner Familie, von anderen da und fuhr, das will von einem Urloch, dann mag mir das, weil ich fand, ich bin ja befreundet mit ihm. Ja. Den Punkt, den ich gegen Jau gerade nicht hier, Michael, will sagen, ist, von in dieser Welt, unsere Familie können wir nicht kiezen. Da wurden wir ingeboren. Wie wir können kiezen, sind unsere Freunde. Mhm. Ja? Das ist auch der Vorteil. Mit Familie sind hier abgeschleppt. Ja. Und sonst echt in der wahrsten Sinn, in der präzise Sinn von dem Wort, abgeschleppt. Das nie altijd leuk. En daarom vind ik het heel belangrijk als we eens een keer naar onder andere Matthäus gaan. Dat kwam juist voor vandaag. Je herinnert je dat misschien nog? Jullie hebben allebei die première gezien vanavond. Van de lezing van Eine für alle, alle für eine Königin des Himmels. Daar kwam dat deel ja voor dat Jezus een speech gehouden heeft voor een groot volk. En een enkele man aankwam en die zei van, hey Jezus, je moeder en je broers die zitten daar buiten en die willen met jou praten. Ja. En Jezus draait zich om en toont naar die mensen en zegt van, look hier, kijk hier. Dit zijn mijn broeders en mijn zussen en mijn moeders. Diegenen die het woord van God horen, die zijn mijn familie. Yes. En dat is zo de list van de duivel. Hij maakt bij wijze van spreken van uw bloedsverwant iets veel belangrijks als van uw geestelijke verwantschap. Mm-hmm. Ik heb vandaag de dag Michael tot mijn broer in Jezus Christus, in de waarheid. Ja. Hij is niet mijn bloedsbroeder, ik ben niet verwant met hem. Maar hij is mijn broer door Jezus Christus. Ja? En dat vind ik eigenlijk veel belangrijker als deze bloedsbanden die we altijd hebben. Ja, zeker. Maar aan de andere kant moeten we de bloedsband ook respecteren. Want tenslotte is het vijfde gebod. Je zult vader en moeder eren. Ja. Ik heb ze niet uitgekozen dat ze mijn vader en mijn moeder zijn. Maar ik moet ze eren en respecteren voor wat ze zijn. Ja. Ja? Dus dat is eigenlijk een beetje een catch-22 situatie in bepaalde, in bepaalde punten. En die enige familie die je natuurlijk kunt kiezen, en dat weten Perry en ik maar al te goed, want wij zijn alle twee getrouwd geweest en hebben een kind. dat kun je kiezen, die vrouw kun je kiezen. Dat je dan vaak een verkeerde keuze doet, weet je ook pas achteraf, hè Perry? Ja, meestal wel, ja. jij is zo goed als ik, hè? Ja. Maar dat gaat te ver om daar nu over te hebben. Maar we moeten een keer zeggen, familiebanden, we moeten het op twee manieren gaan bekijken. Je moet enerzijds de bloedband bekijken en je moet anderzijds de geestelijke band gaan bekijken. Ja. Ja. En voor mij persoonlijk is de geestelijke band veel belangrijker als de bloedsband. Maar het schoonste is, en dat is het schoonste wat je op deze aarde kunt meemaken, is als de bloedsband ook een geestelijke band is. Ja, ja. Als met andere woorden uw bloedsverwanten ook een broer of zus in Jezus Christus samen met jou is. Ja. Dat is de vervulling denk ik, van iedereen die in vrede op deze aarde wil kunnen gaan leven. Ja. En met deze woorden zal ik het voor mij vandaag graag besluiten. Jurk, hartstikke bedankt dat je erbij was. Jij, Michael, jou ook hartstikke bedankt. En wil jij nog een woord ter afscheid zeggen? Nee, bedankt Perry voor uw tijd. En ook Jurk, en bedankt voor de luisteraars die deze programma ontvangen en naluisteren. En ja, ik wens iedereen een goede tijd en leuke dingen die gebeuren als jou in de geest, in de heilige geest bin van Jezus Christus. Ja, ja. Dankjewel. Mooie woorden. En jullie ook namens mij hartstikke bedankt. En tot de volgende Bijbellezing met Jurk en Michael.